Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 5 september. Wolkenvelden trokken er vandaag over Nederland en lokaal viel er ook nog een enkel buitje. Vanavond en vannacht klaart het steeds meer op. En dan gaan we een paar hele mooie dagen tegemoet met flink wat zon. Vanavond dus steeds meer opklaring en de temperatuur die ligt zo rond zonsondergang tussen de 17 en 19 graden. Er staat nog een matig windje uit het noordwesten, maar die wind die neemt steeds verder af. En vannacht dan is het op de meeste plaatsen helder en kan er ook mist ontstaan. De temperatuur die daalt dan naar zo'n 10 tot 11 graden in het binnenland. In het westen van het land blijft de temperatuur wat hoger, met name in het zuidwesten is er veel bewolking aanwezig. En de minima liggen daar tussen de 16 en de 17 graden. Morgenochtend is het hier en daar mistig, maar de mist die verdwijnt en dan krijgen we een vrij zonnige dag, met name in het oostelijk deel van het land. In het westen blijven toch wel vrij veel wolkenvelden aanwezig. Het is wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 tot 25 graden. De wind is helemaal gedraaid en waait uit het zuiden of zuidoosten en is zwak of matig. Ja, morgen is een mooie dag, maar ook de dagen erna zien er goed uit voor mensen die van zon en warmte houden. De temperaturen gaan nog verder omhoog. Op woensdag wordt het op veel plaatsen al een graad of 25 tot 26 en donderdag kan het zelfs 27 tot 28 graden worden. Op beide dagen waait er een wind uit het zuidoosten die zwak of matig is. Er is veel zon en het blijft overal droog. Ook vrijdag nog een prima dag met temperaturen dan rond de 23 of 24 graden. Er is dan wel weer iets meer bewolking aanwezig. In het weekend neemt voorzichtig de buienkans toe. Met name zondag kan het wel eens weer wat natter gaan worden. En volgende week zien we nog steeds prima temperaturen. Over het algemeen is het zo rond de 20 graden. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.